Hotel Eco Resort heet vanaf vandaag Eco Torarica. Het viersterrenhotel heeft ook een nieuw logo. Hotelmanager Gerald Wong ging vandaag op een persconferentie uitgebreid in op de naamsverandering en het nieuwe logo. Eco Resort maakt al 21 jaar deel uit van Torarica. We willen graag duidelijk communiceren dat Eco onderdeel uitmaakt van de Torarica groep. We hebben gemerkt de afgelopen jaren dat met name lokaal heel veel mensen nog niet weten dat Eco Resort Inn of Eco Resort behoort tot de Torarica groep. Zodra we mensen vragen, zeggen ze nee, maar het hotel ken ik niet. Eco Resort heeft sterke fysieke veranderingen doorgemaakt waarbij ze niet meer opereert als een inn, maar als een volwaardig hotel. 6 jaar terug hebben we een zwembad neergezet, we hebben een zonnedek, we hebben een poolbar en we hebben een poolkeuken. En wat heel sterk is, we liggen aan de Suriname rivier. Dat is ook heel bijzonder, met name in de marketing. Het dienstenpakket van Eco Torarica is met de naamsverandering ook uitgebreid. Het ecologisch deel blijft voor het hotel belangrijk. Wong ging in op de nieuwe huisstijl. Zo zal Eco Resort in zich profileren de komende jaren in de nieuwe huisstijl. En deze nieuwe huisstijl zal doorgevoerd worden in onze giftcards, in onze vouchers, de door room signs, indoor room signs, guest information, hotel paspoort. Nu wil ik u vertellen, welke richting gaat Eco Torarica op? De focus zal gericht zijn, ik gaf het eerder al aan, op het ecologisch verder ontwikkelen van dit prachtig hotel. Hotelmanager Gerald Wong van Eco Torarica over de naamsverandering van Eco Resort. Het hotel heet vanaf vandaag Eco Torarica en heeft ook een nieuw logo.